Mensen, er worden nog steeds in het leven van de gemiddelde tiener musical.ly's gemaakt. En aan de ene kant vind ik dat heel erg leuk. En aan de andere kant zie ik soms musical.ly's waarvan ik denk, hey, dat is raar. Vandaag is het daadwerkelijk zover. Het punt is gekomen, mensen. Na maandenlang wachten heb ik besloten om wederom een poging te wagen om de beste musical.ly's ter wereld na te maken. Yeah! Hallo! We zijn er. Het is een feest. Het is zeker een feest zonder feest. Het is een feest zonder feest. Nee, dat klopt niet. Ik verontschuldig mezelf alvast. Ik heb vandaag geen paprika. Dus dat is erg spijtig. Maar goed. In ieder geval, lieve mensen. Ik weet niet of jullie deel 1 van de Musical is Nadoen video's hebben gezien. Maar die is ruim 500.000 keer bekeken. Wat betekent dat 1/32 van Nederland de video heeft gezien. 1/34. In veel mensen. En toen dacht ik bij mezelf. Hey, ik vond het leuk om de video te maken. Hij is en vaak bekeken. Waarom maak ik niet gewoon een deel 2? Dus dat is vandaag het geval. Heel het internet staat namelijk vol met allerlei verschillende musical.ly's. En ik kijk er vaak naar en dan denk ik. Hey, wat grappig. En sommigen denk ik echt, nou, dan ga ik echt. Maar ja, ik kan er lang omheen lullen. Ik kan ook gewoon beginnen. Mensen, laten we kijken welke musical.ly's ik vandaag na ga doen. Musical.ly nummer 1. Kom maar door. Zij was zes jaar. Oké, misschien iets ouder. Maar ze leek 6. Weet je wat ik kut vind? Er zijn zoveel musical.ly's waarin mensen gewoon dit doen. Wow, 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 wow. Als ik die dan na moet doen, dan ga ik gewoon. Wow, 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 wow. Maar wat ik wil doen in mijn musical.ly video's is mensen daadwerkelijk goed na kunnen doen. Dus niet een poging tot, maar echt gewoon tot op het detail. Met deze is het fucking moeilijk, want ze heeft een hele choreografie ingestudeerd. Maar aan de ene kant denk ik wel, als een meisje van 7 het kan, dan kan ik het ook. Beter waarschijnlijk. Let's go. Oké, het is tijd voor de eerste musical.ly, mensen. Dat is een lief klein meisje. Ik vind haar allemaal super schattig waarschijnlijk. Ja, ik weet niet zo heel goed wat ik ermee aan moet. En wat ik wel ga doen, is haar nadoen. Ik heb een aantal dingen verzameld. Gekke smink, wat dat heeft ze op haar hoofd. Zijn haar dingetjes en dit is een shirtje. Nou ja, 3 keer raden wat ik daarmee ga doen. Ik ga mezelf even lekker transformeren, mensen. Nou, dat is leuk. Dus dit shirt komt aardig in de buurt. Hij heeft alleen korte mouwen. Ach joh, weet je, wie boeit het überhaupt? Zo, kijk eens aan. Hier, dit. Daddy's Lil... nog iets. Oh fuck, ik heb hem verkeerd gehoord. Hier. Daddy's Little Monster. Of zo. Oké, ik ga het even iets beter vastplakken. Want dit gaat natuurlijk helemaal fout. Oké, wat ik nu ga doen is mezelf even wat leuke smink geven. Haat smink. Ik ben zo fucking slecht met smink. Vampier en smink. Oké, linkeroog. Oké. Ah joh, dit is ruim voldoende. Dan moet ik iets zwarts op mijn bek smeren. Denk dat hiermee kan. Ze heeft een soort van hartje hier of zo. Ik zet er wel gewoon iets neer. Zo. Oh, dit lijkt er best wel op. Oh, en blauw. What the fuck? Ze heeft ook nog blauw op de bek. Ja, dit is natuurlijk die ene chick van Suicide Squad is dit. Oké. Oké, dan is het tijd voor de finishing touch, obviously. Namelijk, we gaan even 2 prachtig mooie, maar echt prachtig mooie staartjes maken. Hoe gaan we dat doen? Ik splits mijn haar gewoon in 2. Ik weet niet eens hoe ik dit doe, joh. Kijk, ik heb nooit een jongere zusje gehad, hè. Dus ik heb dit nooit... Fuck. Au, 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 au. Nou, op zich ziet het er best wel leuk uit. Ik heb het best wel redelijk gedaan tot nu toe. Zo, jongen, hoppakee. Dit is toch geweldig? Kijk deze pluk, jongen. What the fuck? Oké, nou staan we nog 1 ding te wachten. En dat is waarschijnlijk het allermoeilijkste. Namelijk dit meisje even goed nadoen. Ja, ik weet niet of ik dit kan. Ik ga mijn best doen. Please kill me. Nou, deze zegt tering moeilijk, mensen. Ik zeg het je eerlijk. Hij zegt tering moeilijk. Maar ik ga het gewoon doen, joh. Ik heb schijt. Ik ga gewoon hier staan. Ik wil wel even hetzelfde achtergrondje hebben. Eigenlijk. Ik wil wel gewoon een mooie witte achtergrond. Ja, dit moet kunnen. Ja, ze heeft wel gewoon haar hele lichaam erop. Dat moet ik eigenlijk wel even hebben. Kijk, ik heb mijn telefoon even hier neergezet. Ik ga het gewoon van mijn telefoon opnemen. Oké, wacht. Ik ga iets verder weg. Ja, dit is perfect. Dit is fucking goed, mensen. Dit is echt fucking goed. Gaan we eerst even instuderen. What the fuck doet ze allemaal? Ja, George. Oh, hij valt best wel mee. Oké, ik ga hem even wat beter doen, mensen. Tot straks. 6.5 hours later. Oké, na vele gefaalde pogingen is het daadwerkelijk zover. Ik ga dit meisje eventjes goed nadoen. Oh ja, trouwens. Dit meisje heeft een soort van cuteness factor. Dus die ga ik ook proberen te recreëren. Dat is een beetje mijn stijl voor vandaag. Nee, fuck. Hij ging fout. Nog een keer. Nee, fuck. Het is moeilijker dan je denkt, lieve mens. Dat komt goed. I know what up. Ik heb het gedaan. Ik vond hem goed genoeg. Ik heb dit meisje daadwerkelijk goed gerecreëerd. Dus ik ga deze straatjes er weer uithalen. En we gaan door met de volgende, lieverds. Oké, dat was alweer musical.ly nummer 1. Het is tijd om over te gaan op musical.ly nummer 2. Talk dirty to me. Oké, ik ga je eerlijk
eerlijk zeggen. Er zijn jongens zoals Cameron Dallas en zo. En dan kijk ik ernaar en dan denk ik, oh, jij ziet er gewoon best wel goed uit voor een gozer. En dat je dan een beetje zo gaat doen. Dat vind ik prima dan. Alleen, dit is gewoon een boy die dat probeert, maar het lukt hem niet. Oké, okay, let's go. Eigenlijk is deze musical niet zo heel moeilijk. Het enige wat ik moet doen is super zwol kijken, mijn haar doen alsof ik een mohol ben. En dat is het enige. En een pet op en een vest. Hij heeft er wel redelijk wat werk in gestoken, want ik moet al zijn zwoele blikken, en dat is mijn doel bij deze. Ik wil al zijn zwoele blikken één op één namaken. Een vestje aan. Ja, kijk, ik ga wel op het detail zitten. Hij heeft een vest aan met een rits. Ik doe ook even een vest aan met het rits. Oké, okay, dus dit is stap 1. Stap 2 is een pet, maar hij heeft ook dit erop. Dus ik heb dit even uitgeprint. Ik heb deze pet, ik ga het er gewoon op plakken aan. Ik weet niet eens wat ik aan het doen ben. Plak wat! Zo. Nou, er zijn 2 druppels water. Zijn achtergrond is een soort van bakstenen muur. Maar dan kan ik me niet herinneren dat ik überhaupt hier een bakstenen muur heb. Nee, echt totaal niet. Ik ga het gewoon hiervoor doen. Dat ga ik doen. Ik zet mijn laptop even hier neer. Deze lieve jongen heeft zijn telefoon in zijn linkerhand. Wat doet hij? Hij doet zo. When. Maar dan hebben we hem omhoog juist. When. Kijk, dus dit. Zo. En dan. When. Yo. En dan dit. Dit kan ik zo fucking slecht. Oké, we gaan ervoor. Volgens mij is deze goed. Oké, het eerste deel is klaar, oké? De eerste shot heb ik gedaan. Nu is het aan mij de taak om echt de meest cringe-ass motherfucking poses aan te nemen. Gewoon precies wat deze guy doet. Oké, hij is goed. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Oké, we gaan door met de allerlaatste sessie van meest cringeworthy poses ooit. Booyah boy! Ik dacht, oké, deze is simpel. Oprecht, ik dacht, deze is best wel makkelijk. Goed, op naar de volgende. Nou ja, musical.ly nummer 2, dat was natuurlijk één groot feest. En het is de hoogste tijd om te gaan kijken naar musical.ly nummer 3. Hot dog, hot dog, hot diggity dog. Now we got ears, it's time for cheers. Hot dog, hot dog, no problem solved. Hot dog, hot dog, hot diggity dog. Wat is dat met jonge dansende meisjes? Ik moet het doen. Ik moet ook dit pakje hebben en shit. Oké, het dansje maak ik me niet zo heel druk om. Weet je, het dansje heb ik denk ik best wel goed onder controle. Het enige probleem is denk ik dat ze een pakje aan heeft waarvan ik echt denk, hoe de fuck krijg ik ooit mezelf in zo'n pakje? Ik heb het hier, dit is het. Ik heb het eventjes klaargelegd. Mensen, jullie gaan genieten. Oké, ik zal even beginnen met het rokje. Het rokje is namelijk mijn grootste zorg. Oh yeah boy. Oh, het voelt best wel lekker trouwens. Lekker rokje zo. Oeh, gevoel. Voor een daadwerkelijk roze shirtje. Nou, hier gaan we natuurlijk intens van genieten. Dit is ongeveer de outfit die we zoeken, mensen. Het enige wat nu nog mis is dit. Hier, hoppakee. Moet wel zichtbaar zijn. Zo, doe wel dit. Zo, dit is goed. Ja. Oké, het is Calvina hier op je beeldscherm. Ik ga even de juiste plek vinden om dit te doen. Ik denk dat dit de juiste plek is om te doen. Hot dog, hot dog, hot diggity dog. Ik ga het gewoon doen hierop. Het moment is daar. Dit is het daadwerkelijke dansje. Ik zal hem jullie even showen. Hot dog, au, au. Hot dog, hot dog, hot diggity dog. A la la la, li la la la. A da la da, the problem solved. Dog, a dog, a diddy dog. Hot dog, hot dog, hot diggity dog. Now we got ears, it's time for cheers. Hot dog, hot dog, the problem solved. Hot dog, hot dog, hot diggity dog. Okay, it is the hoogste tijd. Tijd voor musical nummer 4, ja zeker wel. No, she bad, or was no, maybe the baddest. I want you, girl. I got a habit, but they do, girl. You cool, girl. They bad or rules, girl. Ik ga het gewoon zeggen. Ik vind hem best oké. Okay. Jullie denken allemaal ongetwijfeld, hey, Calvin is aan het liegen. Maar dat is echt niet waar. Ik snap zeg maar niet, ik heb nog nooit publiekelijk gehaat op Jacob Sartorius. En dat is niet omdat ik het niet durf, maar gewoon omdat ik niet echt snap waarom je zo haat op zo'n boy als hij. Hij is een beetje een fuckboy en hij doet gewoon gekke shit en shit. Maar hij is gewoon wel killer succesvol ermee. Dus ik kan niet haten, ik kan wel mijn uiterste best gaan doen om hem op zo'n goed mogelijke manier na te doen. En dat gaan we doen vandaag. Kijk, okay, doe even een classic Jacob Sartoriusje aan. Zo noem ik het. Als eerste doe je gewoon een
dit shirt aan. Het had eigenlijk een treasure shirt moeten zijn, maar die heb ik niet. Vervolgens rooi je de mouwen op, maar echt extreem op. Ik ben al bijna Jacob nu. Het enige wat je dan nog nodig hebt is een witte banana. Nou, laat ik nou toevallig een witte banana hebben hier. Oké, okay, nou is het vrij simpel. Hij heeft geen domme pakjes aan, hij heeft geen rare stills frames en shit. Het enige wat hij doet is gewoon super lekker zijn. Gewoon super zwoel, echt fucking zwoel. And that's all you gotta know. Ik ga heel even danspasjes oefenen en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Dikke kus. Mwah. Het is inmiddels een tijdje later, wat bewijst dat ik echt reet hard mijn best doe om net zo goed te zijn als Jacob Sartorius. En het gaat best wel goed hoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind niet dat ik het slecht doe. Ik heb alle dansmeisjes in mijn hoofd zitten, nog even één drill. Zo, 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 nee. Ik denk dat ik hem heb. Mensen, het is tijd. Dit is echt het hoogtepunt. Ik heb hier zo fucking lang aan gewerkt. Hij gaat waarschijnlijk nog een keer fout, maar goed. Let's go. Kut, maar ik fout. Nog een keer. Come on, ik had hem bijna. Ik had hem echt bijna. Echt een sport dit, joh. Is niet normaal, eigenlijk. Oké, okay, misschien kwam deze in de buurt. Hij kan beter. Ik heb hem nu. Oh, fuck. Bijna. Fuck, bijna vlekkeloos. Let's go, man. Hij was bijna. Oké, okay, dit was het misschien wel. Ik ga hem even checken. Hij is nog niet perfect. Wat moeilijk is deze, hè? Fuck. Oké, okay, lieve mensen. Ik heb voor mezelf gezegd dat ik er niet heel veel langer mee bezig ga zijn. Want ik word helemaal fucking gek van die Jacob Sartorius. Maar, oké, okay, ik ga hem nu gewoon afronden. Dit gaat hem gewoon worden. Ik zeg het je. Nee, nee. Baby the paddock. Nee, bijna. Ik vergeet het gewoon net uit. Come on. Bijna. Come on, boy. We zijn er bijna. Nee, ik ben gewoon nog steeds niet tevreden. Tering, hè? Nee. Nee. No, she bad. Or what's new? Maybe the baddest. I want you, girl. I gotta have it. What they do, girl? You cool, girl. They bad the rules, girl. Op wat schoonheidsfoutjes na was dit hem. Jeetje, wat ben ik. Ik ga even kijken hoe lang ik hier in godsnaam mee bezig geweest, hè. Tering. Ik ben hier bijna een uur mee bezig geweest. Ik ben bijna een uur bezig geweest met fucking Jacob Sartorius nadoen. Maar het is gelukt. Abonneer op mijn kanaal. Geef natuurlijk een duimpje omhoog op deze video. Dat was hem alweer voor vandaag. Mensen, tot de volgende keer. Dikke kus aan jou en je familie. En meer kan ik er ook niet van maken. Doei. Mwah.